Gaan we erop. Komt ie. De Schouwburg stond maandag decor voor de clipopnames van Sisters Diary. De titel van het lied is ook de naam van de bijbehorende stichting. Stichting Sisters Diary is een stichting dat is opgericht ter nagedachtenis van mijn tweelingzusjes, Simone de Koster. En met de stichting hebben we eigenlijk twee doelen. Het eerste doel is het uitbrengen van het liedje Sisters Diary. En dat zal ook ingezet worden als een strijdlied van de stichting. En het tweede uiteindelijk grote doel van de stichting is het aanwakkeren van een discussie over de problematiek waar jongvolwassenen die ziek zijn tegenaan lopen bij ons in de maatschappij. De kinderwens, het verkrijgen van een hypotheek, op werkgebied is het allemaal lastig. En zo zijn er echt een hele hoop dingen waarbij je eigenlijk al tegengewerkt wordt bij ons in de maatschappij. En dat je gewoon niet mee kunt draaien zoals je zou willen. De tijd die je nog hebt. En dat was vooral de frustratie die mijn zus Simone had. En ik denk alle jongvolwassenen die ziek zijn, waar ze tegenaan lopen. Het nummer is geschreven door Auke Klasses en Simone de Koster. En ontstond een aantal jaar geleden op de kermis in Horst. En die dag had ze slechte uitslag gehad in Amsterdam. Dat ze ongeneeslijk ziek was. En bij mijn zus had juist goed nieuws dat het juist geneeslijk was verklaard. Zoals vele mensen weten, kanker. En mij leek het mooi om een nummer te schrijven vanuit twee oogpunten. Dat er één ziek is en het andere zusje moet er zijn voor de zieke. Maar andersom is dat ook zo. En wij waren een goede match om daar één mooi zussenliefdelied van te gaan maken. De release van de song en de clip zijn het begin van een heel traject voor de stichting. Ja, we hebben natuurlijk al een doelstelling wanneer de clip helemaal klaar is. Maar de datum daarvan, dat is nog niet bekend wanneer we het gaan releasen. En aan de hand daarvan gaan we dus verder met ons tweede doel. En dat is het aanwakkeren van een discussie over de problematiek waar de jongvolwassenen tegenaan lopen. En dan zal uiteindelijk Simone ook iets blijvends achterlaten? Ja, zeker. Dus is ook echt wel als eerbetoon naar Simone. Ja, ja. Held hands.